Mijn beste vrienden, zojuist bereikt ons het bericht dat Saya, de man van de chartervliegtuigen vanuit Haiti naar Suriname, de man die officieel toestemming kreeg van de Surinaamse regering, dat die man vanmiddag om 5:00 zou zijn opgepakt door het justitieel interventieteam en hij is meegenomen. Met alles erop en eraan. Er komen flarden naar boven over valse paspoorten en geld en allerlei zaken. Maar wat we niet zeker weten, zullen we u ook niet aan uw neus hangen, behalve het bericht wat nu gecontroleerd is en berust op 100% zekerheid. Saya is opgepakt, zijn bedrijf is gesloten, alle computers zijn meegenomen en zaken die de man zouden kunnen belasten. Er komt zojuist ook nog een ander bericht binnen. Maar dat bericht is niet gecontroleerd, dus ik ga u daarmee niet lastigvallen. Maar het gaat erom dat er ook nog een lading zou zijn gevonden bij Saya. Beste vrienden, Davy Rustig, dit korte bericht, dat delen we met u. En we delen ook een foto met u waarbij de president op de street party is van Saya aan de Hofstraat. En hij met Saya op de foto staat en je ziet de president zijn gezicht een beetje wringen als een boer die kiespijn heeft. Zo gauw we later meer informatie hebben, dan zullen we u een kort bericht doen toekomen. Beste vrienden, tot later. Je kan het zo gek niet bedenken of het gebeurt in Suriname. Paramaribo groeten. Tot later.